Defensie heeft voor het eerst in Nederland een oefenvlucht gehouden met een onbemand waarnemingsvliegtuig buiten militair gebied. Volgens Defensie kan het vliegtuigje, de Sperwer, in de toekomst de brandweer en politie aan informatie helpen bij rampen en branden en bij het toezicht houden tijdens grootschalige evenementen. De Sperwer, die de afgelopen jaren 80 verkenningsmissies in Afghanistan heeft gevlogen, kost ongeveer 1 miljoen euro per stuk. En Defensie heeft er 24 van. Het leger helpt de overheid al af en toe met manschappen en materieel bij grote calamiteiten, zoals overstromingen of de vuurwerkramp in Enschede. En dus ontstond het idee om ook de observatievliegtuigjes voor uitzonderlijke situaties beschikbaar te stellen. We praten eigenlijk over een normaal vliegtuig. Het belangrijkste onderdeel van het vliegtuig zit aan de onderzijde van de neus. Daar ziet u een bol zitten. Daar zitten een tweetal camera's zitten daarin. Alleen de lenzen kan ik nu niet laten zien, want die zijn voor veiligheid naar binnen gedraaid. Maar die bol bevat de camera's van de Sperwer. Onbemand, dus nuttig voor specifieke situaties. Nou, er kunnen gebieden zijn, bijvoorbeeld boven Pernis of boven een kerncentrale, waar toch informatie vandaan moet komen, maar waar de omgeving zodanig is dat het gevaar oplevert voor een piloot. Bijvoorbeeld een nucleaire vervuiling of een brand? Bijvoorbeeld. En wij hebben dat risico niet. Ons vliegtuig heeft dus geen piloot en kan dus gewoon daar vliegen waar het voor een mens niet mogelijk is. De Sperwer vliegt vanmiddag bijna een uurtje over de heide bij het Harde. Ook buiten militair gebied. Even jammer dat de camera het niet doet, maar deze eerder opgenomen beelden laten zien wat de camera aan beelden oplevert. De Sperwer houdt het zo'n 4 uur vol in de lucht. Daarna is zijn missie volbracht. Normaal landen? Dat kan hij niet. Nee, hij valt op een aangewezen plek gewoon uit de lucht. Wel met een parachute en airbags, zodat die gewoon weer opnieuw kan worden gebruikt. Is wel zo gunstig voor de begroting van Defensie.